Hoe noem je dit? Ja, het is niet een 10 hour, het is een uurtje. Een uurtje glow-up. Hoi allemaal, leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben met Zoe. En wij gaan vandaag een glow-up transformation doen. Ja, een beetje een korte. Normaal doen we ze er 10 uur over en gaan naar de kapper en laten we make-up doen. Dat doen we wel de volgende keer. Ja, het is nu lekker at home. We gaan zo meteen lekker foto's maken, dus we gaan ons daar helemaal voor flieken en een glow-up voor ondergaan. Ja. We hebben hier alles lekker uitgesteld, al onze make-up. Ja, ja, en dan moeten we alleen even jouw stelto nog lenen. Ja, ik twijfel of ik maar stijl ga laten of dat ik er een beetje een slag in ga maken. Ja, jij hebt wel altijd stijl. Ja. Dus misschien is slag wel ook een keertje leuk. Ja, want vorige keer... Maar er staat wel veel wind, hè? Oh ja. Ik ga proberen echt weer te contouren vandaag. Derde keer met dat, ik hoop dat het gaat lukken. Oh ja. Ja, vorige keer was het fucking mooi. Oké, nou, vind ik wel chiller. Bizar vast zit. Ja. Soms wil ik zeg maar ook zo'n haarband in, maar dat is weer zo'n lelijke afdruk. Ja. Vorige keer, we hebben op de wc hier, zit toch de wc-rol voor je? Ja. Dus ik zat gewoon even lekker zo met mijn hoofd weer tegen die wc-rol aan. Zeker oranje. Nee. Het was voordat ik mijn make-up ging doen, dus ik had hier een hele deuk. Maar ik ging een video filmen. Dus ik had heel die video, zit hier zo'n rode deuk. En het bleef echt een uur zitten, hè? Dat ging echt niet weg. Het leek net of ik heel fout gecontourd had, maar dat was gewoon die deuk in mijn hoofd. Ja, ik kan ook niet zo goed contouren hoor, maar ik heb ook niet zo'n goed pailletje ervoor. Nee, ik heb nog steeds die sleep. Oh ja. Ja, ja. Wat voor kwast gebruik jij ervoor? Kijk, ik heb dus dit, maar dit vind ik echt niet chill. Voor contouren met poeder. Ja. Ja, ik weet ook niet wat goed is, zeg maar. Nou, eerst denk ik altijd met deze, maar daar doe ik nu die mee, zeg maar. Ja. En dan als ik bronzer doe, dan doe ik gewoon een blushkast, zodat het niet zo'n streep wordt. Zodat het gewoon een beetje... Oh ja. En dus die is eigenlijk voor poeder? Ja. Nee, deze is eigenlijk voor blush, deze. Maar ik heb twee blushkasten, dus die gebruik ik dan voor blush en die voor contour, zeg maar. Oh, voor poedercontour, ja. Oh ja. Oké. Okay. En voor mijn voorhoofd gebruik ik altijd deze, want dan kan je zo precies zo. Oh, volgens mij heb ik die ook in een pakketje. Ik heb deze gewoon van AliExpress. Oh. Nee, dan heb ik het niet. Nou, jawel. Misschien van deze. Ik had twee... Oh, die dan. Ja. Nou, die is een beetje klein. Jammer. Maar deze is wel chill voor highlighter gebruiken. Ja, deze. Ja, kijk zoals er gebeurt met mij. Deze highlighter was echt mooi, hè? Is die om of kapot? Hij is kapot. Ja, dus jij... Oh, jij hebt wel nog een highlighter voor mij te doen. Twee. Maar ik heb twee. Deze twee. Maar deze... Dat is Soft & Gentle. En die? Dit is Light Capade. Oh, die ken ik niet hoor. Is die mooi? Ja, nou, ik vind hem zeg maar mooi als je hem over elkaar heen doet. Want deze, als je hem alleen doet, is hij best wel wittig. Oh. Maar is wel mooi zeg maar voor eroverheen. Ja. Oké. Ja, ik doe dus altijd deze primer op, maar ik heb geen idee wat het eigenlijk doet. Ja, ik... voor je... Kijk. Voor poeder of zo. Oké, onthoud mijn huid nu, ja? Kijk even. Ja, oké. Dan gaan we het even opdoen en dan moet jij kijken of je verschil ziet. Als die primer erop zit? Ja. Oké. Okay. Ik doe dit ook gewoon met mijn vingers. Ik weet niet of dat goed is, maar... Ja, zo. Maar, hoe heet dat? Zit in die primer? Ik wist niet dat er al kleur in zat, joh. Nee, zit niet echt kleur in. Maar een beetje glow of zo. Een glowtje. Ik heb een beetje veel gedaan. Ik heb ook altijd, dan zet ik mijn make-up te doen. En dan voor mijn gevoel zit ik echt heel mijn bek onder te klamuren. Ja. En dan kijk ik later in de spiegel, denk ik, nou, volgens mij had ik wel wat meer kunnen doen. Ja. Nee, maar dat komt omdat wij gewoon nooit zoveel make-up opdoen eigenlijk. Dus dan voelt het al gelijk snel heel veel. Ja, dat denk ik. Ja. Ik heb wel heel veel primer op, voel ik. Ik ga jou nog dingen zeggen, hè, wat bij Visagie, wat wij hebben geleerd. Oh ja, dat gingen we doen. Want ik heb dus op school in de eerste soort van Visagie les gehad. Glow ik? Ja, oh, glow. De glow. Ja, ik zie... Zelf wel een klein beetje verschil als ik dit op heb. Ja. Maar zie je dat dan ook nog als je foundation op hebt? Nou, het blijft vooral mega lang zitten. Ja? Ja. Laatst was mijn make-up echt heel goed. En door die poeder maakt het weer wat doffer of zo. Ja. Ja, want ik heb dus altijd, als ik zeg maar 's ochtends echt voor mijn gevoel heel veel make-up op doe. En dan kom ik s'avonds voor het slapen, haal ik het eraf. Dan zit er echt heel weinig op mijn watje. Ja. Dat ik denk van, ja. Waar is het? Ja, daarom heb ik zeg maar nu een primer en een poeder gekocht. Ja. Of nou, primer heb ik nog niet gekocht. Maar die ga je even testen. Ja, kun je ook foundation zo gebruiken.
Oké, ik ga nu zeggen wat we dus op school hebben geleerd. Oké. Wij doen het altijd. Heb je iets van een foundation kwast? Of moet je... Oh, ik ga het echt niet met een kwast doen. Nee, maar nee. Waar is die ook hier? Ik heb, nee, die heb ik niet mee. Kijk, wat wij altijd moesten doen is je doet de foundation op je hand. Dan ga je het eerst zo met die kwast overal neerzetten. Oh, en dan ga je het met de beauty blender aan. Dan ga je het erin deppen. Deppen, zeg maar. Tap, tap, tap. Tap, 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 tap. Oké. Ik doe dus nooit op heel mijn gezicht foundation. Op mijn neus. Maar doe je het dus ook altijd zo? Ja. Nou, sommige dingen die ik op school heb geleerd, denk ik echt, ja. Waar slaat het op? Ja. Maar dit vind ik wel chill, want zo gaat er zoveel minder in die, spons zitten. Ja. Ja, nee, dat is misschien wel slim. Maar ik heb niet zo'n kwastie, dus... Ja, ik ben klaar met deze. Ja, maar dit is wel een heel ander kleurtje, hè? Wil je dat wel je kwast hebben? Ja, maar ik vind het toch schoon? Weet je het zeker? Ja. Oké. Ik heb die kwast nu niet meer nodig. Dus heb ik... Ja, want in de eerste hebben we eens visagieles gehad op school. En sommige dingen die ze zei, dacht ik echt, ja, wat is dat nou? Ja. Volgens mij is het echt nog uit het tijdperk 1900 of zo. Ja. Want ook zeg maar, als we dan gingen contouren, dat kregen we dan te leren. Maar kijk, de meeste meiden in mijn klas, die wisten wel een beetje hoe je moest contouren, weet je. Want ja, iedereen kijkt al van die filmpjes. Het is niet als je aan die opleiding begint dat je er de ballen van stand van hebt. Dus ook echt de helft die zat er zo van, ja, maar wat hoort dit dan? Hoe gaat het eruit zien? Knalroze wangen. En ook als je zeg maar oogschaduw bij anderen op ging doen. Ja. Als mensen blauwe of groene ogen hadden, moesten we per se oranje of rode oogschaduw gebruiken, omdat die dan mooier uitkwamen. En als mensen bruine ogen hadden, moesten we paarse oogschaduw gebruiken. Oké, dus ik moet dan paarsen? Nou, dat hoeft voor mij niet. Ja, maar volgens jouw les? Ja, volgens de les zou jij dan paarse oogschaduw moeten. En dan, ja, tegen mij zei ze altijd dat ik een mengelmoesje moesje van paarse oogschaduw. Ga je oogschaduw doen? Nee, ik denk dat ik alleen een beetje, zeg maar, contour zo doe daar en een beetje highlighter mijn ogen. Oh ja. Ja, ik ga ook wel een beetje contour proberen. Maar kijk, jij zegt net wel, doe je dat met een bottenkont? Maar vorige keer was het wel echt goed gelukt. Ja? Ik stuurde toch laatst een foto. Is het niet heel moeilijk dan? Nou ja, je moet gewoon niet te veel doen. En dan gewoon nog met je bronzerkwast een beetje eroverheen. Dat deed ik. Ja, zo ja. Ja, ik krijg altijd anders echt hele strepen. Dat wordt bij mij echt niet mooi. Hé, hey, trouwens, die video met Davina Michel. Ze zeiden toch nog van, ja, jullie kunnen de challenge ook doen. Zullen we die challenge een keer doen? Dat lijkt me heel lastig. Lijkt me heel moeilijk, maar wel heel leuk. Ik zit ook de hele tijd alleen maar zo te luisteren naar hoe mooi zij kan zingen. Ja, ik ook. En ik snap er denk ik de ballen niet van, want het is Engels wat ze allemaal zeggen wat ik doen. En ik heb de helft van die make-up producten niet. Nee. Dan zegt ze, pak een primer. Ja, die heb ik niet. Ja, maar dat, op zich lijkt me dat wel grappig op. Ik zou zo graag willen dat ik zo muzikaal was en dat gewoon zelf kon bedenken. Ja, nou ik zou gewoon... Ik hoef niet eens zo muzikaal te zijn, maar ik wil gewoon zo kunnen zingen. Ja, dat. Weet je hoe makkelijk je leven dan is als je gewoon zo'n stem hebt? Ja. Als je dan ontiegelijk dom bent, maakt niet uit, want je hebt zo'n stem. Maar kijk, weet je wat ik nou vind? Bij jou zie je nou niet zo'n glijfje van foundation kop, bij mij nu wel. Maar dat komt misschien gewoon omdat deze echt heel waterig is. Als ik die op mijn hand doe, dan druipt hij helemaal van mijn hand af. En wat ik bij deze is wel heel vast die ik heb. Ja, maar wat ik bij deze heel chill vind is dat die, er zit geen SPF in. Dus als jij in de club een foto maakt, wordt niet heel je hoofd wit. Nou ja. Daarom heb ik deze nog gekocht. Omdat dat is het enige moment dat ik hem draag. Ja, nou ik vind het juist wel weer fijn als er SPF in zit. Dan heb je toch weer een beetje bescherming tegen de zon. Ja, bij mij zit dat gewoon overdag zeg maar in mijn dagcreme. Oh ja. Ook niet heel veel. Dus ja, volgens mij niet. Oh nee, het zit niet in mijn primer. Ik weet het niet. Ja, ik ga nu deze gebruiken, denk ik. En dan daar een concealer. Wil je niet een beetje poederlippen proberen? Nee, maar dit moet onder je poeder. Oh. Dit is crème. Anders, als jij zeg maar eerst poeder op doet en dan dit, dan krijg je allemaal van die gekke korrels. Oh, omdat je met een crème ding over een poeder heen gaat. Hoe je het doen, hè? Oh ja, ik snap het. Ja. Wat ging als je wil proberen, mag je het ook hoor. Ja, ik kijk eerst even een beetje hoe jij dit doet, want met zo'n crème heb ik nog nooit gewerkt. Ja, ik dus, toen ik vorige week foto's gemaakt, ging het voor het eerst doen. Ik dacht, als ik nou verpest, ik doe het gewoon... Ik durf nooit in één keer heel veel te doen. Dus ga ik eerst gewoon hier een streep mee zetten. Ja. Lekker een jaar. Je moet goed meenemen, ja. Doe ik eerst een streep zet aan, ga ik strakjes met een andere, met deze,
ga ik het dan een beetje uitblenden zo. Oh, ja. Maar dan heb je gewoon een klein schaduwonderlaagje, ja, of zo. Ja. Ik ga eerst even een beetje lekker koetsen. Ik kan er echt niet tegen dat dit zo smerig wordt. Dat het er oh, zo, ja, dat het er zo vies uitziet. Ja. Ja. Ik zal het even laten zien. Kijk, zo gaat het eruit zien. Bleh. Ik weet niet eens of je het nou goed ziet. Ik weet helemaal niet of ik dit goed doe, maar ja, weet je. Oh. Weet je het heftig? Kijk, daar gaan we weer met die gekke van concealer bij mij. Dadelijk weer een hele witte vlek omhoog. Ja, ik heb ook niet echt een kleurtje wat jouw kleur is. Nee, ik denk dat dit jouw kleur is, maar niet. Nou, als ik weinig doe, valt het wel mee. Dan wil ik dat voorhoofd een beetje kleiner maken. Soms vraag ik me ook echt of misschien zitten wel zieke make-up artiesten dit te kijken. En die zitten dan echt bij zichzelf van, doe niet, doe niet. Nee, 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 wat doet ze? Ja. Ik heb dat soms oprecht wel, zeg maar, als mensen dan... Dus ik ga video's kijken dat mensen zelf thuis hun gelnagels gaan doen of zo. En niet dat ik er zoveel verstand van heb. Maar we hebben op school wel geleerd, ja, wat echt totaal niet mag, zeg, ja, maar. Ja. En zit ik van, oei, knip je een nagel weer weg? Ja, dat, ja, gaat allemaal infecties opleveren. Weet je zo. Ja. Op beeld ziet het er echt erg uit. Een concealer. Ja, het valt wel mee in het echt, toch? Ja. Dus ziet er ook nog niet echt uit. Maar dan zit het een beetje zo. Ga ik nu een beetje... Dus als ik dat ga lenen van jou, dan moet ik eerst even wachten met die poeder. Ja, dat moet je voor de poeder doen. Oké. Maar ik weet niet of dat kan, hoor. Dadelijk is het helemaal verkeerd. Maar kijk, het is niet dat het heel heftig moet. Het is gewoon dat wat Jessie Meijer zei, zeg maar, als je dit eronder doet, dan weet je zeker dat je poeder goed gaat zitten of zo. Oké. Maar ik heb gewoon, zeg maar, kijk, je moet het niet te ver naar beneden doen, want dan, nee, krijg je zo'n hangback. Ja. Maar ik heb, ja, gewoon, doe ik het hier een beetje en dat vervaag ik dan hierheen. En dan een beetje naar mijn voorhoofd en dat vervaag dat het wel in elkaar doorloopt. Oké, okay, proberen. En je kan het ook, als je wilt, kan je het met die kwast doen. Met welke? Ja, met die. Ja. Dat het, zeg maar, maar dan wordt het wel echt een streep. Met deze wordt het meer een soort van, denk ik, probeer ik, gewoon een schaduwtje. Zal ik het proberen? Ja. Maar dan moet je gewoon zo... Weet je wat, is, je hebt alleen nog maar je foundation en primer. Je hebt niet al heel... Is dit genoeg? Ik zie, ik zou wel iets meer... Ik zou gewoon... Ja. Dan zou ik gewoon heel voorzichtig eerst gaan zetten, zeg maar zo. Volgens mij zit er niks op die kwast. Jullie zien het niet meer. Ik zie wel niks. Een beetje zie ik wat. Ja? Misschien is het een licht. Ja, ja, nu zie ik, ja, wel. Daar komt, ja, hij, daar komt hij. Zie je, krijgt hij zo'n mooie lichtinval. Maar dat is zo. Ja, ik hoop dat het zo makkelijk gaat. Oké, moet ik meer of? Ik zou wel ietsjes meer doen, denk ik. En dan, ja, straks moet je het gewoon een beetje vervagen hiermee. Dus als het net iets te veel is, maakt ook niet uit. Bij mij zag het er net. Ik heb altijd, dan vervaag ik het en dan denk ik, waar is het gebleven dan? Oh ja. Maar ik ga ook weer niet te veel meer doen of zo. Nee, want ik vind dat ook lelijk, hoor, als je te veel contour hebt. Ja. Altijd als ik een beetje over heb, doe ik een beetje op mijn neus. Nou ja, ik... Wacht, er zit hier echt een zieke vlek. Oh. Ja. Ja, ik zou het zo laten en dan nog een beetje schaf bij je voorhoofd en hier. En dan kan je het zo mooi... Oké. Okay. En dan kan je altijd... Kijk, dan kan je met je contour, met die poeder, het nog heftiger maken, zeg maar. Ja. Maar wat zei Jessie Meijer nou? Zij zei van dat zij altijd met poedercontour kreeg ze altijd, zeg maar, vlek en werd het nooit mooi. En omdat ze dit eronder deed, had ze altijd een beetje op die plek zitten. Ja, had ze altijd gewoon een perfecte contour. Ik vind die andere kant altijd zo lastig om te doen. Wat van de contour? Ja. Ja, ik vind deze kant ook makkelijker. Ja, maar het lijkt ook alsof het licht goed valt, dat het zo perfect, ja, pakt, zeg maar. Ja, volgens mij zit hij nou te laag. Kikken? Nee, valt wel mee. Hij zit tot hier ongeveer. Maar je kan wel, hoe heet dat, een beetje gewoon met je vingers er langs gaan doen. Dat je dan zo meteen een, oh, beetje, ja, omhoog blendt. Huh? Wat? Hier heb ik met mijn vinger gezeten. Mijn rode vlek. Zo dan. Oké. Okay. Dan nog mijn voorhoofd. Nou, dat pak ik echt maar een klein beetje, hoor. Mijn voorhoofd is al zo donker aan de bovenkant. Maar je hebt ook geen groot voorhoofd. Kijk dan, dan lijkt het wel één. Nou. Nou, dit is wel lastig, hoor. Deze, maar je moet nu even goed blenden, zeg maar. Ja,
Ja, hier zit hij volgens mij wel aardig geblend al. Lijkt. Ja, je moet hem er gewoon even lekker in stampen. Kijk, ik ga mijn concealer doen. Zo lekker. Ja, ik ben wel blij dat de zon schijnt. Want gisteren was er wind en geen zon. Ja, klopt. Echt zin om even goede foto's te maken. Ik ook. Ik heb ook echt zoveel oudjes mee. Ik heb ook nog extra dingen meegenomen, hè, net vanochtend. Toen dacht ik, echt? Die neem ik ook mee. Die ook. Ja, ik heb dus nog... Ik was dat, zeg maar, zo... Ik had allemaal dingen besteld, maar ik had dat in een doos gedaan voor een shoplog. Maar ik was heel die doos vergeten dat ik daar nog kleren in had zitten. Dus gisteravond dacht ik, oh, dat kan ook nog mee. Dat kan ook nog mee. Ja, nou, dat maar... Die heeft eindelijk weer mijn Puma trui teruggegeven. Die knalgele. Ja. Maar ik dacht, die kan je best wel leuk bewerken als je die aan hebt. Gewoon een leuk kleurtje ervan maken. Iets minder hard geel. Iets meer richting de oranje kant of zo, denk ik. Ja, of gewoon meer pastelgeel ervan maken. Oh ja. Een beetje die saturatie eruit halen. Zeg maar bij Lightroom niet naar die groene kant, maar een beetje iets meer naar de oranje kant en dan een beetje zo. Ja, dus ja, ja, dat ja. Mensen die dit kijken denken ook, waar hebben ze het over? Even kijken. Dus nu ga ik eerst poeder. Ja, eerst normale poeder en dan ga je daarna contouren, zeg maar. Of moet je nog iets van crème op je gezicht smeren? Nee. Oké, dan kan je nu poederen. Maar, wat wij hebben geleerd op school... Ja, laat even zien. Laat even zien. Kijk hoe mooi. Nu ga ik de poeder gebruiken van Charlotte Tilbury. Die met de powder. En voor de rest niet willen weten. Fair medium. Wat wij dus altijd op school moesten doen... Met afpoederen. Een poeder. Oh, hier. Gosh. Stel, dit was je poeder. Ik ga nu nog niet bij mezelf doen, maar ik heb nog een kring in op. Deze zo. Mag nooit blazen, want dan blaas je de bacteriën erin. Ja. Moet dan altijd tikken. Zo. Want dan valt het poeder erin. Als je zo tikt, dan valt het poeder eruit. Dat is zonde. Oh ja. Oh, dat is slim. Ja, dat doe ik namelijk nog niet. En je doet eerst je poeder omhoog vegen. En als je zo over je gezicht, omhoog. Zo, omhoog. Want dan zit het ook onder je gezichtshaartjes en dan ga je naar beneden poederen. Dan blijft beter zitten, zegt ze. Ik heb er de ballen verstand. En dit is wel genoeg. En dan moet ik zo tikken. Ik zou tikken. Ook even zo erin stampen. Nou, daar gaat een heleboel vanaf, zie ik al hoor. Nee, dat gaat er nu in. Oh, oké. Okay. En dan omhoog. Ja. Want nu komt het onder je gezichtshaartjes. Ja. Zei ze altijd. Niet dat die vrouw altijd geloofde met wat ze zei, maar... Die doet ook maar wat misschien. En dan zit ook helemaal mijn haar. En dan daarna kan je het naar beneden doen. Dan bak ik weer een beetje. Ja, dat mag. Ja, kijk. Weet jij, als je zo'n ding hebt, hoe je het eruit krijgt? Gewoon zo nou, met de deksel dicht doen. Heel veel mensen doen zeg maar dan zo. En dan zit er een beetje op de deksel en dat kan je dan gebruiken of zo. Ja. Althans, dat zie ik altijd. Maar... En nu naar beneden. Ja. Gewoon hoe je het normaal doet, zeg maar. Ja. En dan blijft ze zeggen dat het dan langer blijft zitten, omdat er niet alleen poeder vanaf boven wordt gestampt, maar ook vanaf onder. Nou, ik zeg je toch eerlijk, ik zie wel verschil hoor, als ik die poeder aan op heb gebracht. Met een nieuwe techniek of met een nieuwe poeder? Nee, met een nieuwe poeder. Ik gebruik ze nooit poeder, jongens. Dit is mijn nieuwe poeder. Nee. Ik wist ook net, ja. Maar heel veel mensen hebben wel een poeder met een kleurtje erin. Jij ook? Ja. En moet dat dan... Je eigen kleur zijn? Ja, nou... Beetje. Ja, een beetje wel. En kan niet ook... zeg maar bruiner, dat is bronzer. Ja, okay. Donkerder is bruin. Ja, maar sommige mensen die willen zichzelf natuurlijk heel veel donkerder maken. Ja. Dus dan doen ze dat wel, maar ik doe dat niet. Nee. Okay. De meeste mensen doen wel gewoon, want kijk, dit is wel gewoon mijn eigen kleur. Nee. Voor winter zal dit te donker zijn, maar... Ja, zo. Oké, nou, dan gaan we nu nog een beetje die contour pakken. Maar welke kwastenset heb je nou besteld dan? Ja, ik heb er twee besteld. Ik ga even kijken. Ik heb die iedereen heeft met die bron, met die, dat ding, die beauty blender. Oh ja, ja. En dan nog die één. Die set van vijf, zeg maar. Oh. Ja, ik heb via All Beauty besteld. Oh ja. Daar waren ze maar €20. Ja, dat scheelt best veel. Even kijken hoor. All Beauty. Ja, ik weet ook natuurlijk niet waar alles voor is. Met die, maar het staat aan de achterkant hè, van het doosje staat dat. Oh, beter. Nou, mag ik nog zoeken? En het staat er ook op. Kijk, deze setting brush. Niet dat ik weet wat de setting brush betekent, maar het staat er wel op. Setting brush. Misschien voor onder je ogen om te zetten. En hier staat op. Ja, kijk, ik heb deze. Brush. Oh ja, die heb ik hier ook in zitten. Dat is deze. En ik heb... Ja. Deze. Oh ja, die heb ik hier ook in zitten, die twee. Maar dit is die kleine dus. Ja, dit is die kleine. Oh, die lijkt heel groot.
Ja, dat dacht ik dus ook. Ik dacht, wat is dat voor lullig dingetje? Ja, maar ik heb het nog niet binnen, dus ik weet niet 100% zeker of die site betrouwbaar is. Maar anders, bestel lekker allemaal op allbeauty.com, daar zijn ze maar 20. Ja. Maar ik zou nog even wachten voordat ik het binnen heb. Oh, de gaten, dan zie je vanzelf of ze het binnenkrijgt. Ja, soort van. Of niet. Of niet, ja. Oh god. Wat? Dat vind ik, als je het straks uit bent, zat er wel mee. Ja? Ja, ik vind het zelf altijd zo heftig. Moet je niet de andere kast proberen? Oh ja, te laat. Ja, ik heb namelijk niet een goede kwast ook. Ik ben denk ik te lang heb ik gewacht met poeder om mijn ogen te doen. Dat is helemaal niet mijn oogna-rimpels gaan zitten. Maar boeien. Foto zie je dat toch? Oké, wacht. Welke gebruik jij daarvoor? Voor te contouren? Ik gebruik er zo eentje voor, zo'n grote. En anders, als je het strakker zeg maar wil, dan soms... Nee, deze noem ik het om het aan te zetten. Deze soms. Maar die is wel stevig zeg maar. Oh ja. Groot, die is wel groot. Oh, dit vind ik fijner denk ik. Dit is te zacht. Ja? Ja, voor een beetje zo nu te blenden wel. Oké, dan gaan we nu poeder over mijn hele bak. Nu zit het wel goed volgens mij. Dan moet ik nog meer blenden. Nee, zo zit het wel goed. Oké. Als een visagiles had en iedereen zat om de 3 seconden. Zo dik. Ja. Ik heb mijn voorhoofd ook gedaan. Dat heb ik nog nooit gedaan. Echt niet? Nee, ik doe dat nooit. Ik doe het altijd. Maar ja. Kijk, kleine beetje zo. Zo moeilijk. Zo, ik ben ook een hele andere kleur dan mijn nek. Moet ik ook nog even bijwerken straks. Ik zat te denken trouwens, naar welke plek gaan we als eerst? Want dan doe ik straks als eerst dat outfitje aan. Ja, ik dacht misschien... Kijk, ik kom denk ik als ik naar de stad ga, kom ik het eerst bij die plek waar ik toen met Biba heen was gegaan. Ja, daar. Met, bij die, waar jij aan de overkant die foto had, weet je, daar. Dan moeten we daar even parkeren ergens. Ja. En dan kunnen we daar aan die kanten. En dan kunnen we daarna denk ik, want ik weet nou niet of het nog steeds is afgesloten daar bij Centraal. Was daar laatst afgesloten. Bij Centraal? Kon je daar niet met de auto in, alleen met de scooter? Dat weet ik niet. Contourtje hier, contourtje daar. Ja, die nek moet even een beetje een kleurtje krijgen. Er komen alle boys. Nieuwtje! Hoe is het om met allemaal jongens te wonen, Fleur? Maar ik vind het wel grappig eigenlijk. Ja. Ja, ik ben beter de enige meid die al meisjes woont. Ik ben de enige meid die altijd kan zeiken. Nou, Sam zei het ook wel. Normaal, maar... ik wil het zeggen. Jawel. Jawel, normaal. Wat over dat? Over alles, eten. Eten. Altijd over eten. Dit zegt ze ons niet. Die is alle twee helemaal niks. Ja, maar die Miu heeft lekker praten zo. Lekker opdoffen allemaal. Ja, precies. Wat opdoffen? Ja, wat moet je aan doen? Dat is gewoon een nieuw woord, toch? Ja, maar wel een best wel ouderwets woord. Wat zijn jullie aan doen? Mezelf even opdoffen. Gewoon aan opdoffen. Zoals je nou zo een paprika te eten? Ja, ja. Hij kijkt ook wel. Er zit toch pit in? Ja, dat moet je schoonmaken. Ik kan gewoon door eten. Nee, ik kan gewoon zeggen. Dat vind ik wel fijn ook altijd. Ja, maar ja, dat is wel apart. Ja, maar dat moet je eigenlijk niet doen. Vooral niet als ze rauw zijn. Ja, dan kan je gewoon een paprika plant in mijn maag. Ja. Oké. Ik zoek het uit dan. Kijk, als ik zo precies in het midden van die spiegel kijk, heb ik dus geen neus. En hoe staat het? Het lijkt op zo'n Snapchat filter. Zo'n alien. Niemand schrijft in jouw DM. Echt wel. Oh ja, highlighter. Oh, ik heb er hier 2 liggen als je wilt. Ik heb echt veel rimpels onder mijn ogen hoor. Jeetje. Ik ook, we hebben echt heel lang gewacht met... Ja, ik zal nog een beetje poeder doen of is dat raar? Jeez, wat zit hier een vlek? Ja, kom. Nou, dit is wel iets te goed licht hoor. Ik zeg veel te veel. Even kijken. Nog even de haarlader gaan doen. Die zit denk ik mooist bij jou. Die andere niet te licht. Gaan we even bronzen. Ik ben dus altijd met die. Ik word er zo claustrofobisch van als ik die spray op mijn gezicht loop te sprayen. Oh, dat...
gesproken. Ja, heel benauwd of zo. Ja, ik hou ook niet zo van fixing spray. Maar ja. Maar iedereen zegt dat het werkt, dus ja, dan doe je het maar. Ik ga denk ik ook nog een beetje blush pakken. Iets meer kleur aan mijn gezicht. Maar kijk, nu denk ik ook altijd, jezus, wat heftig kleur. Maar straks de foto, dan zie je er geen bal in. Ja, daarom. Op een foto is het altijd minder, hè? Ja. Ja, er komt dus nog van PostNL een pakketje. Dus als je nou... Weet je hoe laat het is? Ja, tussen 10:50 en 10:01. Dus als die vent nou even opschiet. Ja, dan heb je geluk. Dan heb ik nog even twee leuke dingen om mee te nemen. Wat ging je doen? Ik ga nog even een beetje een zieke kraag maken. Blush had zeker... Moet dat dan ook voor je poeder? Nee. Nee, dat mag er wel na. Er zijn geen blush op. Ben ik nou weer die zieke kwast mee? Dat kan steeds. Oh. Soms voel ik me echt een piepo als ik een beetje blush op doe. Ja, ik doe dus eigenlijk nooit blush. Want ik heb al best wel rode wangen van mezelf. En die komen gewoon door mijn foundation heen, ja, zeg maar. Dus dan vind ik het wel prima. Kijk, nu ben ik dus een piepo. Ja, een beetje vervagen, ja. Oh, ik zou gewoon echt willen dat je gewoon... Nikki tutorial zelf, dat je gewoon altijd als je make-up doet, dat het gewoon helemaal geflikt in handje. Ja. Chill zou het leven dan zijn dat je niet denkt van, oh, maar straks mislukt mijn make-up. Dat je gewoon weet van, het zit goed. Ja, het komt goed. Nou, Nikki zou denk ik ook wel af te hebben van, shit, het zit niet echt hoe ze wil. Denk je niet? Ja, maar dan ziet alleen zij dat, denk ik. Ik denk dat voor niemand ziet dat inderdaad. Nee. Een beetje lip glossy. Wenkbruikje, dat moeten we ook nog doen. Die gaan we nu doen. Ik heb zoveel zin om zeg maar lekker je foto's te maken en dat het dan weer perfect bij elkaar te matchen en zo. Ja. Nou, ik hoop dat dat even lukt, ja. Maar ik vind het wel lastig. Ik neem ook even wat te eten meer, want als ik honger heb, dan word ik zo gereinigd. En als het dan niet lukt, dan word ik glij. Ja, ik zat ook even te denken, we moeten wel eten meenemen, want je kan bijna nergens eten halen. Nee, precies. En even flesjes water en zo. Ja. Ja, het is ook kut als we naar de wc moeten. Gewoon even goed plassen zo meteen. Ja. En dan ga ik gewoon ergens op straat. Ja, want ik was zaterdag op het strand en ik hoefde dan niet te plassen. Ja. Maar iemand anders moest wel plassen. Maar ja, die strandtenten zijn dicht. Ja. Daar kan je niet zeiken nou. Oké, ik ga denk... Wat ga ik nu doen? Ja, nee, ik ga even sprayen. Oh, als de dood ben ik. Nou, ik doe dat al pas als ik mijn wenkbrauwen heb gemaakt. Want ik voel dat het ook helpt voor mijn wenkies. Oh ja, dat is natuurlijk ook poeder. Dat kan gewoon, ik dacht altijd van, ik moet het niet met mijn rozenwater. Ruikt lekker. Lekker, hè? Kan wel ruiken hoor. Nee, maar, hoe heet dat? Ik dacht altijd van, ik moet hem sowieso niet doen als ik mascara op heb. Want dat gaat lekker dan of zo. Want ik heb geen waterproef mascara. Maar dep je het er nou in? Ja, dat zie ik altijd. Die mensen altijd doen. Waar moet dat? Ik weet niet. Oh, ik, maar ik zie dat altijd. Ik doe altijd gewoon zo. Een beetje wapperen. Oh, ik weet niet hoeveel je eruit komt. Echt ver, hè? Ja, ik doe altijd wel ver. Zo? Weet ik wel. Ik zie je niet zitten. Ik zie het wel zitten. Voel je het ook? Ja, ik voel het ook. Dan is het. Dan zit het. Dan doe ik het ook wel even. Ja, ik zie al die mensen dat altijd doen, dat ze dat erin hebben. Ik dacht, nou. Zal wel goed zijn dan als iedereen dat doet. Ik ga proberen mijn wenkbrauwen niet zo heftig te maken. Nou, als ik video's zie. Dat lukt toch altijd wel? Ja, maar even goed zeg maar vervagen en zo, dat het niet te donker wordt. Oh ja. Maar als ik video's zie van vorig jaar, denk ik, halleluja. Ze had me even aangetikt dat mijn wenkbrauwen... Ik zag een filmpje van ons, dat was de boot. Ja, jij had volgens mij... Altijd een lijntje erboven. Nou, jij zei altijd tegen mij, je moet het niet zo dik doen. En toen dacht ik, wat nou dik? Het is toch helemaal niet dik? En als ik dan nu die video's zie. En dan zeg je, had iemand mij even aan kunnen tikken? Nou, ik was daar. Ik was daar om jou aan te tikken. Maar toen had ik mijn wenkbrauwen laten doen door iemand. En toen waren ze heel dun geworden. En toen dacht ik, oh, dit is dun. Maar als ik nu zo terugkijk, denk ik, oh, echt verbetering. Toen zei jij nog, ik vind het wel mooi. Ik dacht van, nou, maar ze zijn wel heel dun. Maar nu, nee, ja, ik vond het wel mooi als ze een beetje dik waren. Maar je zag vaak bij jou af en toe een beetje dat lijn erboven zitten. Ja, en ik zeg maar, als ik nu mijn wenkbrauw heb gedaan, dan ga ik altijd heel erg met die spoelie erdoorheen. Ja. En dat deed ik toen niet, wacht, dat filmpje. Ik kwam die, laatst kwam die zeg maar in zo'n herinnering, weet je. Toen dacht ik,
Okay. Nou, hier sowieso ook al. Oh ja. Echt een witte bek en dan dat filmpje. Even kijken. Oh, hier. Ja, ja, ja. Ja. Het zijn gewoon twee. Twee worstjes. Ja, maar ik had het ook hoor. Want ik tekende het eerst met een potlood. Ja, dat wordt altijd nog harder. Oh, wat zag dat eruit. Maar ja, nu nog steeds heb ik wel donkere wenkbrauwen. Maar ik vind dat zelf wel mooi. Ik vind ja, maar het kan ook wel donker zijn, maar als het maar niet te hard wordt, zeg maar. Ja. Snap je? Ja, ik vind het wel prima zo. Ja. Ja. Wel content ermee. Wacht, even kijken. Alleen, ik ben nooit zo tevreden over mijn wimpers. Nee? Nee, ik vind het gewoon te weinig. Te weinig wimper. Ja, je ziet gewoon, ik weet niet, ik heb gewoon te weinig oog met zulke wimpers. Wat ik dus sinds kort was, zag ik dus ook in een video. Mensen gebruiken allemaal zo'n lashprimer. Maar ik wist toevallig dat ik dat nog in mijn la had liggen. Dus dan moet je eerst deze op doen en daarna je mascara. En ik heb op zich wel gewoon oké wimpers van mezelf. Maar hierdoor zijn ze en nog veel langer en lijkt het gewoon alsof er veel meer zit ofzo. Als je dit voor je mascara opdoet. Moet je eerst dit doen en dan daar gewoon je mascara eroverheen. En hoe doen ze dat op de visagie? Nou, dat heb ik niet geleerd daar. Maar eerst krullen. Ja, ik doe niet krullen, maar als je wil gebruiken. Eerst krullen, dan die en dan je eigen mascara. Ja, bij mij staan ze anders recht naar voren. Maar moet jij dan ook waterproof mascara zeg maar gebruiken? Ja. Ja, ik krijg dat dus niet van mijn wimpers af aan het einde van de dag. Nee, dan moet je ook echt met olie doen, anders lukt het niet. Ik haat olie. Ja, ik niet. Ik vind dat heel fijn, ja. Ik gebruik altijd zo'n milk, weet je. Oh nee, daar kan ik dus niet tegen. Nee, kijk, ik vind met normale mascara dan zakt het weer helemaal naar beneden. Ja, hoeveel mensen hebben dat? Ja? Ja. Je weet toch wel, Asmee, geel. Oh ja. Die heeft dat ook heel erg, want haar favoriete mascara ging uit het assortiment of zo, zei ze. Ja. Dus ik zei, koop deze. Deze vind ik echt heel fijn. Ja. En zei ze, ja, ik heb sowieso een waterproof mascara nodig, want anders hangen mijn wimpers echt op 6:30 einde van de dag. Oh, vandaar dat ik ook echt deze nodig heb altijd. Want ik heb dus heel vaak mascara's geprobeerd, ook gewoon, zeg maar, wel van alle kruidvatmerken hoor, niet van Chanel of zo, van die dure. Ja, gewoon. Ja. Drogisterij, ja, ik en ook. Ja, ik vertikte het ook echt om een dure te nemen. Dus nou, ik bleef maar proberen. En toen had ik deze dus eigenlijk ook van mijn zus. Nu dan? Van Kliniek of zo? Nee, gewoon van Catrice. Oh ja, die? Die 380 of zo. Ja. En die blijft gewoon echt, blijven mijn wimpers tenminste een beetje omhoog staan. Ja, nee, maar dat kan dus komen door dat waterproof effect, zeg maar. Oh, beter. Want zij heeft dat dus ook, als zij normale gebruikt, gaat het heel snel naar beneden. Ja, nou ja, dan vandaar dat die werkt bij mij. Klopt dat mijn wimpers wit zijn worden? Ja, en dan straks met dat zwarte zie je dan niet meer. Oké, nou jongens, ik heb nu de primer aangebracht. Deze is ook te donker of iets? Nee. Doe je altijd wenkbrauwtje op? Soms. Jij? Ja, ik vind mijn haartjes worden altijd net iets donker. Vind ik altijd wel mooier. Ik ben wel benieuwd naar het Asus pakketje. Ik ook. Ik ben ook heel benieuwd. Ja, ik denk dus dat jij het niet leuk vindt. Maar we moeten wel echt eerlijk zijn, ja, hè? Ja. Ja, ik denk... Ja, ik weet het gewoon niet. Ik weet ook gewoon niet hoe het eruit ziet in het echt, weet je wel. Ja. Misschien is het dadelijk wel een heel cheap iets wat ik heb Maar wat gekocht. Ik al zei tegen jou natuurlijk, van... Ik had dat bloed... Ik had het van de week ook mijn moeder dag. Mijn moeder zei iets, zei ja, maar dat armbandje natuurlijk. En zat ik in zo van, oh, nee, ja. Ik heb dus een item. Ja. En die is dus van zichzelf zeg maar oversized. Oh ja. Maar hij was ook nog eens voor de tal mensen. Dus ik dacht, ja, dan is het straks maar echt ik ben niet zo tal. Nee, maar daarom heb ik juist een maatje kleiner gekozen. Ik dacht, dan is hij alsnog oversized, maar toch wel goed zeg maar. Oh god, ik ben benieuwd. Ik denk niet dat we hetzelfde hebben. Nee, ik denk het daar ook niet. Daar was ik eerst bang voor, maar dat denk ik dus niet. Nou, dat had ik juist leuk gevonden. Nou, als ja, hetzelfde leuk. Hadden ja, nou ja, leuk. Gewoon grappig. Ja. Dat is wel leuk geweest voor de video. Ja, je weet het niet. Misschien hebben we wel hetzelfde. Nou ja, ik heb al gehoord dat jij een blouseje... Nou, ik vind het wel mooi, ja. Ja, toch? Ja. Het is wel chill. Maar kijk, ik... Ja, nee, ik vind het ook wel fijn. Dit is van Smashbox. Ja. Dat was wel duur, maar dat had je gekregen, hè? Ja, maar dat zat in zo'n zeg maar pakketje met dan een mascara erbij. Oh. Maar volgens mij is dit zo'n travel size, dus dat valt dan allemaal vaak wel mee. Oh, ja. Nee.
Nou, ik vind het wel, ja, vind het wel leuk. Ja, jij doet nooit je onderwimpers, ja, wel. Nee, ik denk dat ik gejankt heb dan. Ik ga oogpotlood. Daar lijken mijn wimpers ook altijd voller door als ik oogpotlood op doe. Boven een beetje. Oh ja, zo eronder. Ja, zo. Ja, bij mij verdwijnt dat altijd voor mijn gevoel. Ja? Ja. Maar ik doe het nooit helemaal naar het begin, anders krijg ik zo'n raar oog. Oh ja, je ziet wel heel veel verschil. Ja, hè? Ja. Nou, ik ben al klaar eigenlijk. Echt? Ja, ik doe ik nog een beetje... Ik doe mascara, denk ik. Ik doe wel nog even op mijn lippen. Oh ja, ik moet niet vergeten lippenbalsem mee te nemen. Helemaal geconcentreerd, allebei. Niemand zegt meer wat. Ik heb dat altijd met mijn wimpers en met mijn wenkbrauwen. Ja, ik ook. Dat ik echt... Aan mijn wenkbrauwen niet echt. Nee? Nee. Ik schiet zo snel uit. Nou, ik ben er echt zo klaar mee altijd met mijn wenkbrauwen. Zo, hallo. Goedemorgen. Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Wij zitten een video te nemen. Fleur. Wat handig die statief. Ja. Maar mij kwam, die vind je iedere keer die bolletjes eruit. Ja, daarom wilde ik ook niet zien met die bolletjes. Want kijk, als ik hem al neerzet, staat hij gewoon gelijk ook gewoon recht. En dan kan ik zo... Oh, chill. Maar ja, wij zitten dus een video op te nemen voor Fleur kanaaltje. En we gaan zo eindelijk het ASOS pakketje openmaken. Weten ze al? Ja, volgens mij heb ik het wel al verteld. Dus ja, wil je deze video checken? Moet je op haar kanaal zijn. Ik weet nog niet wanneer die erop komt. Nee, nou ja, dat zien we dan wel. Ja. Houd het in de gaten. Abonneer, want dan kan je het in de gaten houden. We kunnen ook ons haar in de badkamer doen. Dan heb je wel een grotere spiegel. Een beter licht, denk ik. Maar wat ga jij doen? Nou, ik denk dat ik... Hallo, ja, het ruikt zo lekker. Ja, het ruikt wel lekker. Ja. Maar ja, je hebt ook douchegel ervan. Kan je ook zo lekker ruiken. Ja, dat is waar. Ik denk dat ik mijn haar ga stylen, maar dan ga ik zeg maar die plukjes even een beetje zo naar binnen zo. Alsof het geframed is. Ja. Ik ga denk ik wel gewoon stijl laten. Wijd jou verhuizen naar de badkamer. Ik weet nog waarom het er allemaal zo stom uitziet. Wat? Mijn sieraden. Oh, die heb je nog nieuw? Nee. Ik dacht ook van, het ziet er zo stom uit allemaal. Die liggen beneden nog volgens mij. Ja, die ga ik even doen. Ja. Ik dacht dat je dat doet. It's a wrap. Dit was onze glow. Volgende keer doen we hem niet at home. Doen we het bij de kapper, bij de zonnebank, ja. Bij de make-up artiest. Dus wij gaan jullie lekker foto's maken. Wil je zien hoe we dat doen, moet je lekker onze weekvlogs kijken. En zien we jullie volgende keer weer. Doei! Doei!